Basiel, welkom. Gefeliciteerd met de benoeming tot speler van de maand januari. Hoe vind je dat, dat jij verkozen bent tot speler van de maand? Hartstikke leuk. Ik had het zelf niet verwacht. Het is ook nieuw dit. Leuk dat het is opgezet. En ik zag het pas de laatste dag op Facebook dat ik gestemd kon worden. En ik vind het gewoon hartstikke leuk dat ik het ben geworden. Ja, oké. Okay. En waarom denk jij dat jij verkozen bent? Nou, ik heb geen idee. Ik denk, dit seizoen zijn de prestaties van ons elftal zijn wel boven verwachting, denk ik. En ja, ik vind het gewoon fijn dat ik daarin kan meehelpen. En als ik nu word gekozen tot speler van de maand nog, ik weet niet waarom, maar ja, dat doet me gewoon goed. Kakke billen! Wat is je meteen van zo? Hier is er nog maar een eentje. Ja, voor de mensen die jou nog niet kennen, die straks dit filmpje natuurlijk gaan zien. Vertel eens wat over jezelf. Nou, ik ben Basiel Camara, 19 jaar. Speel hier in het eerste. Het tweede seizoen is dit. En ik zit nog op school. Ik werk daarnaast ook nog. Oké, wat voor studie doe je? Ik doe jeugdzorg. Jeugdzorg. Een beetje kinderen op het rechte pad houden. Oh, heel goed. Ja. Oké. Okay. Dus je weet nu ook waar je zelf staat. Ik weet zeker nu waar ik zelf sta. Heel goed, heel goed. En ja, wat doe je dan in je vrije tijd naast de voetbal? Naast de voetbal doe ik, ik hou van uitgaan. Een beetje met mijn vrienden. Maar aangezien we op zondag voetballen, is dat een beetje moeilijk uitgaan op zaterdag. Af en toe. En ja. Daarnaast, met dit weer zit ik graag lekker op de PlayStation. Wat voor spelletjes? FIFA. FIFA. Oké, dus echt wel voetbal. Ja, wanneer ben je begonnen met voetbal? Ik was volgens mij 5. Ik woonde toen nog in de Maten. Ben ik begonnen bij GroenWit. Daar heb ik gevoetbald tot tot de D1. Toen ben ik naar WSV gegaan. En daar heb ik dus gevoetbald tot eerstejaars B. Toen ben ik 2 jaar naar Zwolle geweest. Daar ben ik vorig seizoen van teruggekomen. Dus ik krijg nog A-spelen, maar mocht ik hier in het eerste. En dan nu wordt het dan. Rio Ferdinand van Manchester United. Ik denk omdat mijn speelstijl wel een beetje overeenkomt met die van hem. En het is gewoon een meedogenloos verdediger. En daar hou ik wel van. Na Zwolle zei je dat je weer terug bent gekomen hier naartoe. En waarom ben je weer teruggekomen naar WSV? Nou, ik heb in de jeugd dus al bij WSV gevoetbald. Het is gewoon een topclub, vind ik. Warme club, gezellig, goed niveau altijd. En ja, het sprak mij het meest aan om weer terug hier te komen.
om mezelf te ontwikkelen hier. Ja. Oké, dan pakken we nu de linkerbeen vast. Dan gaan we trappen. Je toekomst hier? Ik ben natuurlijk, ik ben nog jong. Ik heb nog wel veel ambities. Dus ja, ik zie zeker nog wel toekomst hier, maar ik hoop dat we daarom binnen nu en een paar jaar toch wel een paar niveautjes omhoog gaan. Dat is toch wel belangrijk, denk ik, vooral met mijn ambitieuze gedachtes. Om hier te blijven. Ja, precies. Oké. En wat wil je verder nou nog bereiken binnen de voetbal? Binnen de voetbal of binnen de club? Binnen de voetbal. Binnen de voetbal, ja. Zo hoog mogelijk zou ik willen spelen. Ik weet dat er nog wel iets in zit, dus ik wil ook proberen om iets te behalen. Wat zijn jouw successen binnen WSV? Ik ben als eerstejaars C ben ik kampioen geworden onder Jeroen Burgaard. Tweedejaars C ben ik ook kampioen geworden onder Oscar Erken. En toen deed ik de tweede helft van het seizoen deed ik ook veel mee met de B. Toen was Jeroen Burgout ook trainen, zijn we daarmee ook kampioen geworden. En dat was het volgens mij wel. Basiel, heb je ook mindere momenten meegemaakt als voetballer? Jazeker, toen ik eerste jaar C werd, dacht ik al dat ik de C1 zou gaan halen. Maar toen heeft Jeroen mij een half jaar in de C2 gezet. Dat vond ik natuurlijk niet leuk. Maar uiteindelijk heb ik me toch wat teruggeknapt en ben ik het laatste half jaar aangesloten bij de C1. Oké, Jeroen... Burgau? Ja, de huidige trainer, ja. De huidige trainer, oké. En hoe is het nu dan om hem te voetballen? Nu ben ik toch wel wat jaartjes ouder. En weet ik zelf ook wel van wat ik verkeerd doe of niet. Dus hoeft hij maar minder aan te sturen en zulke dingen te doen. Dus nu gaat het heel goed tussen ons, zeg maar. Oké, nou hartstikke fijn. Ten slotte, heb je nog wat tips voor de jeugd? Voor de jeugd? Ja. Gewoon je uiterste best doen, iedere zaterdagochtend weer, ook al is het niet het lekkerste weer. En ja, ook al red je het even niet, gewoon door blijven gaan. En dan kom je er vanzelf. Oké. Nou, Basiel, bedankt voor je tijd en voor dit interview. Geen dank. Feel tired, feel weak, and when you feel weak, you feel like you want to just give up, but you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up, and not be a quitter, no matter how bad you want to just fall flat on your face. So like collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them, till the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them, cause when I am not, then I'ma stop pinning them, and I am not hip-hop, and I'm just not Eminem, subliminal thoughts, when I'ma stop sending them, women are caught in webs, spin them in hawk venom, adrenaline shots, the penicillin could not get the illin to stop, amoxicillin's just not real enough, the criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop, millions of pop listeners, you're coming with me, feel it or not, you're gonna fear it like I showed you, the spirit of God lives in us, you hear
in my leg. Give out, can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone hollow, till the roof comes on, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth till the smoke clears out. Am I high? I'ma rip this shit till my bone hollow. Music is like magic. There's a certain feeling you get when you reel and you spit, and people are feeling your shit. This is your moment, and every single minute you spend trying to hold on to it, 'cause you may never get it again. So while you're in it, try to get as much shit as you can. And when your run is over, just admit when it's at its end. 'Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Biggie, Andre from Outkast, Jada, Corrupt, Nas, and Thimmy. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit that's not offending. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even though half you people got a fucking problem with me. You hate it, but you know respect you got. Bob and your Whitney, they kick me. Till the roof comes off, till the lights go out. Till my leg give out, can't shut my mouth. Till the smoke clears out, am I high? I'ma rip this shit till my bone collapse. Till the roof comes off.